Chillen? Wat te vieren? Geslaagd? Doe jij dat met of zonder alcohol? Weet jij waarom alcohol extra riskant is voor jongeren? Eerst even wat feitjes op een rij. In bier, wijn en sterke drank zit alcohol. En die hebben verschillende sterktes. De grootte van het glas wordt aangepast aan de sterkte van de drank. Als je het soort drank niet in het juiste glas schenkt, krijg je al snel meer alcohol binnen dan je verwacht. Vooral als je uit de fles drinkt of sterke drank mixt in een longdrinkglas. Als je alcohol drinkt, komt het na 10 minuten via je maag in je bloed terecht. En zo in je hersenen. Hierdoor voel je je licht in je hoofd. Wist je trouwens dat meisjes sneller dronken zijn, omdat ze minder lichaamsvocht hebben dan jongens? In Nederland drinken veel mensen alcohol. Dat vinden ze gezellig. Maar ben je eigenlijk wel zo gezellig met alcohol op? Alcohol zorgt ervoor dat je je anders gaat voelen. Je kunt je blijer en zelfverzekerder gaan voelen. Of juist verdrietig of boos. Daardoor ontstaan bij het uitgaan veel ruzies. Als je alcohol drinkt, worden je hersenen verdoofd. Je kunt niet meer recht lopen en duidelijk praten. Soms doe je dan dingen waar je later spijt van krijgt. Bovendien ga je minder scherp zien en reageer je niet meer zo snel. Dus op de scooter of fiets stappen? Slecht idee. Als je in korte tijd veel alcohol drinkt, kun je een blackout krijgen. En weet je niet meer wat je allemaal hebt gedaan. Tot je de volgende dag ziet dat je getagd bent in die gênante foto. Of je kunt zelfs een alcoholvergiftiging krijgen. Dan heb je zoveel gedronken dat je ademhaling niet meer goed werkt en je bewusteloos raakt. Dit overkomt jongeren sneller dan volwassenen. Ook daarom mag je pas vanaf je 18e drinken. Alvast indrinken is dus extra onverstandig. Je lever doet er ongeveer 1,5 uur over om een standaard glas alcohol af te breken. Even rekenen. Je drinkt tussen 12 en 3 uur 5 glazen alcohol op een feestje. De volgende ochtend moet je om 7 uur op om op tijd bij je bijbaantje te zijn. Je bent dan nog niet nuchter. Een koude douche, water drinken, eten, kotsen. Niks helpt om sneller nuchter te worden. Als je alcohol drinkt, kan je de volgende dag een kater hebben. Een kater komt door irritatie van het maagslijmvlies en vochttekort, omdat alcohol het lichaam uitdroogt. Als je jong begint met drinken, heb je later meer kans op problemen met alcohol. Je hersenen ontwikkelen nog tot je 24ste. Geef ze de kans om goed te groeien en zo het beste uit jezelf te halen. Als je wacht met alcohol, dan kun je je beter concentreren, plannen en onthouden. Scheelt je te studeren voor die lastige toets? Vind je het stoer dat je al veel kan drinken? Bedenk dan dat je je lichaam hebt laten wennen aan alcohol. Je drinkt hierdoor makkelijk te veel en hebt later meer kans op alcoholverslaving dan anderen. En wist je trouwens dat je van alcohol dik wordt en minder spiermassa opbouwt? Drink niet om erbij te horen. Want geloof het of niet, juist steeds minder jongeren drinken alcohol. Hoe jonger je begint, hoe riskanter alcohol voor je is. Dus stel het drinken tot na je 18e uit. Maar als je toch alcohol drinkt, let dan hierop. Drink niet meer dan 1 of 2 drankjes op een avond. En drink niet te snel achter elkaar. Bestel wat fris tussendoor om een kater te voorkomen. Of sla een rondje over. Dat scheelt je ook nog geld.